landen om ons heen is het veteranenroeien 's winters ook lange afstandswedstrijden in lijn. Hè, dus met 15 seconden tussenpozen. Maar daarnaast zijn er een heleboel toernooien waar je, zoals hier nu vandaag ook, boord aan boord kunt staan. Dus wij dachten, nou, dat moet hier ook kunnen lukken. En ondanks het slechte weer hebben we de indruk dat dat vandaag nu ook wel een beetje bewezen wordt. Nou ja, dit is de eerste wedstrijd dat we starten en je hebt iets van een 60 inschrijven. Nou, dat is een goed begin. Dat is echt hartstikke leuk. Ik vind het wel heel spannend om eens te kijken hoe ver ik kan komen op de korte baan. Ik denk naast elkaar starten, de spanning die dat oplevert, dat voegt iets toe. En dat je dat meerdere keren op een dag kunt doen en 2 dagen achter elkaar, dat is iets totaal anders dan een lange afstandswedstrijd zoals we die aan het eind van de winter, begin van het voorjaar varen. Het is ongelooflijk spannend. Het brengt weer herinneringen terug aan vroeger. Ik zag je daar liggen. Ja. Daarna was je aan het uitroeien. Het belangrijkste doel wat we hebben is het organiseren van een Dutch Masters Open. Een toernooi voor alleen maar veteranen, waar alle boottypes, alle leeftijdscategorieën worden gestart. En nou, dat willen wij volgend jaar, in juni of juli, willen we dat in Nederland ook gaan doen. Op de Willem-Alexanderbaan, de nieuwe Willem-Alexanderbaan in Rotterdam. En dit is zeg maar een beetje de warming-up daarvoor. Ik hoop echt van harte dat er nog wat meer veteranen op af gaan komen. Want juist onderling competitie is natuurlijk heel leuk. En dat kan op zo'n korte baan veel mooier nog dan op de lange baan. Een aantal oud-roeiers in Amsterdam varen bij De Hoop. En ik denk dat daar wel wat mensen ook hier kunnen staan. Die kunt u wel hebben? Daar weet ik niet of ze kan hebben, maar ik dat ga ik zeker proberen natuurlijk.